Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, hebben we vorig jaar hier het perfecte plaatje Haaksberg georganiseerd. En dat gaan we dit jaar weer doen. Wel op een iets ander tijdstip van het jaar. Vorig jaar hebben we dat in juni gedaan. En nu gaat het na de zomervakantie beginnen. Kunnen alleen mensen uit Haaksberg meedoen of ook uit de omgeving? Je mag van verdere streken komen, dus Enschede of Eibergen, dat mag best. Maar alle opdrachten worden bijna allemaal in Haaksbergen gedaan. Dus je moet dan wel steeds naar Haaksbergen toekomen. En er komen sowieso heel veel zaterdagen bij elkaar. Dat is allemaal in Haaksbergen. Vorig jaar was het perfecte plaatje een heel groot succes. Gaan we dat dit jaar even naren? Dat hoop ik wel natuurlijk. En vorig jaar was natuurlijk een probeersel. En dat is ja, heel positief uitgepakt. Echt, ik heb geen wanklank gehoord. Ik vond het heel mooi. Ik ben er heel enthousiast van geworden. Maar ook de kandidaten waren heel enthousiast. En we hebben bijvoorbeeld een avond in de Kapper gehad. En er zat gewoon 225 mensen. En van die heb ik ook niet gehoord dat ze het niet leuk vonden. Dus volgens mij was iedereen heel enthousiast. En wat moet je doen om mee te kunnen doen? Ja, er zijn wel een paar vereisten. Het eerste is dat je of een systeemcamera of een spiegelreflex moet hebben. Dus een goede camera. Er wordt niet met telefoons gefotografeerd. Dat is één. De leeftijd. Je moet minimaal 18 jaar zijn. En daarnaast moet je heel veel zaterdagochtenden na de zomervakantie kunnen. En de avond in de Kappen zal op 29 oktober zijn. En je moet daarbij zijn als deelnemer. Eind augustus is de eerste opdracht. Voor de zomervakantie komen we ook nog even snel bij elkaar. Gewoon een kennismaking en even dat je een beetje weet waar je aan toe bent. En of je misschien wel wat extra fotokennis al wilt opdoen. Dat zal allemaal in de zomervakantie of net voor de zomervakantie nog kunnen. Maar net na de zomervakantie begint het. En dan elke zaterdag. Waar kun je opgeven en moet je ook een leuke foto inleveren om te laten zien hoe goed je bent? Ja, inleveren met foto. Of je mag zelfs op je telefoon een filmpje maken om, als je heel enthousiast dat aan kunt kondigen. Aanmelden in de winkel. Hier liggen deelnameformulieren. En wij zitten aan de Spoorstraat nummer 10 in Haaksbergen. En eigenlijk nog iets meer over de wedstrijd zelf. Uiteindelijk doen we 7 opdrachten en we zoeken 8 deelnemers. Het is ook heel belangrijk dat je zo snel mogelijk opgeeft. Want ik ga vanaf nu elke maand 2 kandidaten uitzoeken. Dus als je nu opgeeft, heb je 4 maanden de kans dat je uitgezocht wordt. Oké, dus als ik me nu in maart opgeef dan, en ik word het niet, kan ik ook voor de volgende maand weer meedoen. Ik blijf op de stapel liggen van deelnemen. Ja, dus dat maakt het extra interessant. En we kunnen niks beloven natuurlijk, want vorig jaar hadden we 58 aanmeldingen. En dat wordt dan wel een beetje gefilterd, want je moet een goede camera en dat soort dingen hebben. Maar ja, hoe eerder je je opgeeft, hoe meer kans dat je deel mag nemen. Ik word er nu alweer enthousiast van, dus dat, want vorig jaar was echt heel leuk om te doen. En iedereen wil meewerken en ja, als je geen wanklank kan horen, word je er alleen maar gelukkig van.